Mevrouw, mag ik even iets vragen? Nationale Week zonder vlees, dat is van 9 tot 15 maart. Ja. Doet u daar aan mee? Nou, ik neem wel eens een dag geen vlees. Oké, want het blijkt niet meer van deze tijd te zijn om elke dag vlees te eten. Dus u doet er wel aan mee. Wat eet u dan in plaats van vlees? Nou, dat is een keer kip. Kip? Maar dat is toch ook vlees, kip? Ja, maar ja, zonder vlees is ook niet dat. Nee, vis of eieren of iets. Vis wel. Vis wel. Of iets vegetarisch bijvoorbeeld. Nee. Oké, nou, dank u voor uw reactie. Nationale Week zonder vlees. Heb je daarvan gehoord? Nee. Nee? Eet je elke dag vlees of eet je ook wel eens wat anders? Ja, meestal elke dag. Elke dag, want de initiatiefnemers vinden dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Oké. Dus er wordt gepromoot om vis te eten. Of ja, ik eet ook veel vis. Of iets vegetarisch misschien? Ja, ook wel eens. Ook wel, oké. Duidelijk. Dank je. Dag. Dag. Even in verband met de Week zonder vlees. Ja? Eet u elke dag vlees? Of, nee, niet elke dag. Is dat, en waarom doet u dat? Nou, eigenlijk gewoon omdat ik het makkelijk vind. Oké, want men zegt elke dag vlees eten is niet meer van deze tijd, omdat het milieu belast en ook niet zo gezond is. Ja, nou ja, iedereen zijn eigen... ja, maar u deed het al een tijdje, begrijp ik. Jawel. Oké, dank u wel voor uw reactie. Ja hoor. Ja. Heb je nog van gehoord van de Week zonder vlees? Dat is deze week. Ja. Eet u zelf minder vlees of eet u elke dag vlees? Elke dag. Elke dag. Ja. U bent niet van plan om minder te gaan eten? Nee. Eventueel vis, vegetarisch? Nee? Oké. Dag. Nee. Dag meneer, mevrouw. Jullie komen net uit de Lidl. Boodschappen gedaan. De Week zonder vlees is gestart afgelopen maandag tot en met zondag. Zijn jullie daarmee bekend? Ja. Nee, ik wist het niet. U wist het niet, maar mijn vraag aan jullie is, eten jullie minder of meer vlees of hetzelfde in de loop der jaren? Veel minder, zegt u. En hoe is dat zo gekomen? Smaak veranderd. Smaak veranderd, ja. En ook dus, door ander milieu, hè. Dat gaat toch verdenken. Oké, daar denkt u wel aan het milieu. Ja. Oké, dus minder vlees eten is beter voor het milieu. Ja. En wat eet u dan in de plaats van vlees? Nou, dan doen wij dan vaak soms niks, gewoon jus. Ja. En dan of we nemen dan. Ja. Maar we hebben ook wel van die gewone, wat geen vlees is. Oké, vegetarisch. Ja. En enkele keer gebakken visje of zo. Heel zelden. Ja, oké. Nou, het is duidelijk. Bedankt voor jullie spontane reactie en een fijne dag nog. Ja, oké.